dus ze haast stiekem. Ja, nou, ik stiekem, hè. Is dat een beetje emotioneel, zeg? Ja. Ik heb jou aangedrongen. Ja. Nou, tel maar. Ja, je spannend verwacht. Ik denk dat het nou wat tijd is dat Piet hier komt om die de prijs u te lenen. Ja, dankjewel. Ja, de verrassing is natuurlijk geheel af inmiddels. Dankjewel. Maar de Katerlijnprijs wordt vandaag uitgereikt. De Katerlijnprijs wordt door de Stichting Groninger Bouwk toegekend. En is vernoemd naar een bekende Groninger die zich bezig heeft gehouden ook met politiek overigens, maar ook met onderwijs. En een groot pleitbezorger is van de Groninger cultuur en taal. Sinds 1985 wordt deze prijs uitgereikt. Dus er zijn veel roemruchte voorgangers in de rij. En het geeft ook aan dat we met z'n allen die Groninger taal en cultuur ook omarmen en belangrijk vinden. De jury moet ik nog even noemen die het beoordeeld heeft. Dat is Jan Groenboek, hoofdredacteur van het tijdschrift Tol en Tijken. Luc Houwing, bestuurslid van de stichting Groninger Bouwk. En Harry Wups, een journalist. En de prijs gaat vanzelf, maar dat wist u allemaal al, naar Aafke Steenhuis. Het juryrapport schrijft over een aantal bijzondere zaken. Ik zal er straks even een citaat uitgeven uit het juryrapport. Maar ik heb begrepen daarnaast dat u in Delfzijl bent geboren en getogen, maar al heel lang, sinds 1974, in Amsterdam woont. En toch dat Gronings niet hebt losgelaten. We hebben net al even gesproken. Ik heb begrepen dat een van de grotere boeken over Dijken, dat die ook in opdracht van de provincie in de tijd tot stand is gekomen. Zie je? Nou ja, goed. Ik val weer direct op het land, begrijp ik. Maar goed, in ieder geval die is tot stand gekomen, lang in Amsterdam gewoond, maar wel op platteland gewoond. Begonnen voor de Groene Amsterdammer, Zuid-Amerika journalist. Lijkt dat op Groningen? Ja. In Nederlands naam, hè? Ja. Wij met mijn man, na onze studietijd, hebben wij in Zuid-Amerika gewoond, in het zuiden van Chili, tussen de Mapuche-Indianen. En de Mapuche-Indianen, dat is net Groningen. Enorme wind, alle bomen staan scheef, vreselijke stormen, overstromingen, rivieren, mensen die gebukt door regen en wind voortploeteren door de modder. En ik dacht, god, dit is Zuid-Amerika, maar het liet wel op grun. U bent vanaf nu allemaal Mapuche-Indianen, heb ik begrepen. Althans, wij lijken daar qua landschap op, of ook de karakter van de mensen. Ja, ook dat. Want ik ben daar begonnen met interviewen. Want Jan Joos, mijn man, die was daar voor de sociologie, de landbouwsociologie. En ik dacht, wat moet ik nou doen? En toen dacht ik, ik ga erover schrijven. Eigenlijk dat schrijven is daar begonnen. En dan ging je daarnaartoe, ze woonden in hutten. Maar dat begon altijd dat je stil bij het vuur zat. En dan zeiden ze, wil je een kop thee? Ja, en dan werd het gezwegen. En dan werd het de sfeer wat ontspannender en warmer. En dan kwamen de verhalen. Dus ook die zwijgzaamheid en die rust van de mensen. En ook dus dat ze hartstikke goed konden vertellen. Dat was ook allemaal heel vertrouwd voor mij. Ja. Bijzonder dan. Ja. Eigenlijk altijd een beetje in Groningen gebleven, voor het gevoel dan. Ja, want waar ik nou woon, ik woon op een dijk in Amsterdam-Noord, in een oud huis. En met heel veel ruimte en water voor het huis. En als mensen uit de provincie Groningen bij ons komen, dan zeggen ze, het is hier nog grunnig, zoals bij ons in Grun. Nou, misschien is dat nog een idee voor een nieuwe landsdeelvorming dan op termijn. De illusies van mensen, het gevoel van mensen in combinatie met het landschap. Ik heb begrepen dat dat sowieso een rode draad is in alles wat u produceert. En een zeer veelzijdig literair ook met allerlei verschillende stijltypes die gehanteerd worden. En ik zal nu wat voorlezen uit het juryrapport, zodat u ook allemaal weet hoe de jury dat heeft beoordeeld. Aafke Steenhuis richt haar blik de laatste jaren vooral huiswaarts naar Groningen. De provincie van haar geboorte. Haar stemmen van de Groninger dijken
was meteen een voltreffer. Ze gaf hierin blijk van grote betrokkenheid met liefde voor het Groninger land en het volk van Laug en Stad. Nee, zegt het verkeerd, Laug en wat? Want over de stad heeft u nog niet geschreven. Ik heb over de stad Groningen wel iets geschreven, maar eigenlijk heel weinig. En dat komt omdat ik heb eigenlijk altijd buiten de stad gewoond. Zoals ik nu nog buiten Amsterdam, ik Delfzijl en toen naar Zuidhorn en toen naar Noorddijk. En ik heb als student 2 jaar in de stad gewoond. Maar eigenlijk al snel, ik vind eigenlijk die spanning tussen op het platteland wonen en dan wel heen en weer op de fiets naar de stad, dat is waar ik van hou. Oké, okay, nou dan klopt het toch. Ja. Volk van Laug, stad en wat eigenlijk. Ja. In haar boeken geeft zij als meerwaarde een stem aan de mensen die wonen en werken en die historie kennen. Haar literaire kwaliteiten koppelt zij aan redactionele vaardigheden. Het is een gelukkige combinatie. Zowel verhalen van het Groninger Ommeland in 2006 als het lied van de Eems, daar demonstreert ze dat opnieuw. Kenmerkend in al haar boeken is dat zij op logische wijze erin slaagt om heden en verleden met elkaar te verbinden. Eigentijdse ontwikkelingen koppelt zij aan een cultuurhistorie uit het verre verleden. En er ontstaat daardoor een samenhangend beeld van Groningen, met name in het Eems-Ommelandgebied. Spreekt van zich. Ook in het Gronings toont ze zich een voortreffelijke schrijver. Het verhaal van Gruin in Griesblauw en Steinrood verwoordt ze op meesterlijke wijze hoe de bronnen, het leven, tol, tiet, roemte, de elementen zijn die haar met Groningen verbinden. Al met al een juryrapport wat nog even doorgaat, maar ik zal u de rest onthouden. Ik wil in ieder geval zeggen dat als ik zo het hele oeuvre voorbij heb zien komen, we hebben net daar ook over zitten praten, dat ik denk dat het terechte toekenning is en dat de jury uitstekend werk heeft verricht. En dan wil ik graag nu de prijs ook overhandigen. We beginnen met het belangrijkste. Dat is de oorkonde. Ja. Schitterend. Zo, dan komt er ook nog een kleine materiële kant aan de zaak, die natuurlijk minder belangrijk is. Ik geef je een hand. Gefeliciteerd. Dankjewel. En bedankt voor de bijdrage aan het Groningen. Ja. 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 Je moet nog even wat tijd vullen. Ja. In het Groningen. In het ja. Ik ben hoogbliedig dat ik deze prijs gekregen heb. Ik ben er halfslim bliedig mee. En ik zal zo met Arjen, zal ik door nog even wat meer over vertellen waarom of ik dat vind. Ja. Is het eerst even bloemen. Ik ga nu bloemen. Dat. Ja. En ik blijf graag op de vlak staan. Oh ja. Bedankt. Ja. Ja, jongens, we hebben nooit gerepeteerd. Hou dit een ceremonie in mijn koza. Dus het is allemaal een beetje improviseren, maar dat hoort er ook niet. Die doen allemaal gewoon. Nou is de vraag, broer ik in het Grunners of in het Nederlands? Jan, wat vis toe? In het Grunners? Ja. Ik woon dus al bijna 40 jaar in Amsterdam, maar ik proot elke dag Grunners. Met mijn moeke. Mijn moeke uit Delfzijl, die nou in Deventer woont. Want aanhuurderij kinderen, die zijn van uit Zuiden en die waar kregen in het Westen. In Rotterdam, in Delft en ik in Amsterdam. En toen heb mijn moek op een gegeven moment dacht, ik ga een beetje dichter bij mijn kinderen zitten in Deventer. Nog in het oude Saksische gebied worden mensen wat vriendelijker en wat niet allemaal zo gestrest ben, maar toch dichter bij mijn kinderen in het Westen. Dus en elke ochtend om 15:15 bel ik mijn moeken op. En die man die gaat nou dus een film hier ook van maken en die kan weer zijn door. Ik ben hoopliedig dat de stichting Grunniger Bouw dat
dat hij mij deze prijs geeft met de Katernaamprijs. Ik vind het ook heel eervol. Want Katernaam, Cornelis of Knelis, als je dat ook wel Klaas noemt, dat is voor de Groninger cultuur heel belangrijk geweest. Ik ken hem eigenlijk al heel lang vanwege het Groninger woordenboek, wat ik altijd gebruik. Maar toen ik ook, als ik Groninger schreef, zit ik toch vroeg even te kijken, wat zegt Katerlaan daarover. En ook zien verholpen over Groninger volksleven heb ik ook lezen en nog wel taal in het aandacht. He, dus over, want Grunnen is een heel riek gebied met verholen. En ook soms een beetje magische verholen over spoken en over wonderbaarlijke gebeurtenissen en zo. En ik mag hem groot lezen. Maar er zijn nog meer redenen waarom Katerlaan voor mij belangrijk is. Hij is heel jong vanuit Groninger platteland is er naar het westen gegaan, ook voor een boer. Hij kwam uit een hele arme familie in Slochteren. Ik kwam nooit uit een hele arme familie, maar wel uit een hele schone familie. He? En met studiebeurzen ben ik naar de middelbare school geweest en naar de universiteit. Dus ook dat. Ik ben de eerste in een familie die echt studeerd werd. En dat komt allemaal omdat er studiebeurzen waren. En omdat er meesters waren die zeiden, ik help die wel met om een toelatingsexamen te doen. Of nee, dat kan wel naar de universiteit. Dat zijn beurzen. Ik zal je wel helpen, maar je dat allemaal invullen moet. Zo is dat allemaal gewoon. Dus ik ben ontzettend erkentelijk voor ook die meesters die mij geholpen hebben. Wat Katerlaan woorden terecht kwam op lijst was in Zaandam door de burgemeester. Ik woon in Amsterdam-Noord, vlaktebij, zelfde cultuur. Hij bleef zich inzetten voor het Grunners en de Grunnige cultuur en ook nu bescheiden me naar probeer ik dat ook. Maar er is nog wat. Hij was lid van de SDAP, de Sociaal-Democratische Arbeiderspartij. Hij was de eerste socialistische burgemeester in Nederland. Ik heb lang gewaakt bij de linkse kraan, de Groene Amsterdammer. En ik voel me ook slim betrokken bij de sociaal-democratie. En ik maak me de quote over dat de huidige Partij van de Arbeid die verworvenheden verschachert. Bibliotheken dicht, studiebeurzen voort. Vluchtelingen zonder papieren, die worden binnen illegaal en strafbaar. We hebben een regering waar ook de Partij van de Arbeid in zit en dit zal nooit machen kunnen. Dit is. In de traditie van Katerlaan, die is altijd opkomen voor het verheffen van mensen. Dat landarbeiders en ook arme soldaten en arme mensen dat hij beter kregen, dat er sociale wetten kwamen. En het is heel slim, vind ik, wat er nou gebeurt. En zoals de gedeputeerde net al zei, op een gegeven moment dacht ik door over nul. En dan heb ik een verhoels geleden en dat heet gruin en griesblauw en stanjerood. En dat gaat over tol, tiet en roemte. Dat is wat mij bindt met Grun. Zo simpel als die woorden liegen, ze binden de bronnen van het leven. Het Grunners is een hele directe tol. Het benuimt de dingen van laad en hoes en verder van gezoes. Maar het wonderlijke is dat je in dat eerste Grunners zo goud de begrippen, de belangrijke begrippen van leven en dood uitdrukken kan. Diezelfde begrippen, tol, tiet en roemte, die heb ik ook nog pas weer, ja, ik kan nou zeggen gebruikt, maar dat zit in mij. Dat heb ik, dat komt voor in een lang gedicht wat ik kortsleden geschreven heb over Scheuvel. En toch ook je nog even wat over vuur lezen.
Het gaat over Scheuvel in Waterland. Dat is dat gebied waar ik nu woon, ten noorden van Amsterdam. Maar bij dat Scheuvel komen alle gedachten naar boven. En ook de verbinding tussen, zeg maar, mijn kindertijd en mijn leven nou. Ik zal je een stukje voorlezen. Zon wie meer dan, had mijn vader voorgesteld. Nachtenlang had het hart gevroren. De sloten en kanalen, diepen en maren lagen dicht in Groningerland. Het was de eerste winter dat mijn vriendje bij mij thuis kwam. Met de Volkswagen reden we naar Scheemda en schreven ons in voor de Oldambtrit. Een lange toertocht die ik eerder met mijn pa gereden had door Oost-Groningen, waar hij was opgegroeid. Mijn geliefde deed zijn noren losjes aan. Ik trok de veters van mijn schaatsen strak. Mijn vader bond zijn oude Friese doorlopers onder. Tussen de twee mannen van mijn leven, mijn lief voorop, gleed ik over het opdiep van Scheemda naar het Zeildiep. Mijn pa en ik met de duwende, wilskrachtige slag van het noorden, zo. Mijn minnaar in de soepele, dansende stijl die hij op de kunstijsbaan had geleerd. En dan een stukje over Ter Munter Ziel, hoef ik in bin. Gesterkt met de wind in de rug, reden we terug. Wat ging het hard? Mijn vriend, een nonchalant ijsmutsje op zijn donkere krullen, ijlde pijlsnel voor ons uit. Mijn pa wou zich niet gewonnen geven. Hij, een beste scheuvelloper, zou die Hollander, die zijn dochter ingepalmd had, achterhalen. Opeens een klap. Mijn vader viel. Voorover, willoos, schoof hij over het harde ijs. Met zijn gekneusde knie zat hij nog dagen op een stoel. Stil, in zichzelf gekeerd. Het was zijn laatste tocht. Een half jaar later stierf hij. Onverwacht. Ja. Dankjewel. Ja, dat was een beetje een droevig einde, maar ja, zo gaat mijn leven, hè? Ja. Het begint en dan is het een half stuk dat je leeft en dan halt weer op, zo is het, ja.